Ja, toch wel gelukkig. En ja, als je zo het seizoen kan eindigen, denk eraan om proberen nog de winst te pakken. Misschien nog een paar plaatsjes te stijgen in het klassement. En dan zie je dat we het eerste half uur overal tekort kwamen. Dat we wat domme fouten maken die ons ook een rode kaart kost. Het spoort wel tussen Allo en Duncan. De fout van Duncan. Dan wordt dit een tweede gele kaart uiteraard voor Duncan en mag hij gaan douchen. En eenmaal we met 10 waren, dan was er een andere Oostende op het veld. En dan zie je dat iedereen begint te knokken voor elkaar en voor elke meter. En dat we dan toch wel beginnen de juiste dingen te doen. Met het gevolg een fantastisch doelpunt van Ambrose. Vechtlust, strijdlust is er zeker bij de bezoekers. Capon. Ambrose. Nog Ambrose, plaatsbal van Ambrose. Geweldige goal en dan staat het 0-1 voor KV Oostende. Iets meer dan 37 minuten gevoetbald. En het applaus is terecht. Het is voor Ambrose zijn zesde van het seizoen. Tot aan de helft was het misschien even zoeken om de juiste posities in te nemen. Maar ja, tweede helft zijn we eigenlijk amper in de problemen gekomen. En dat is de verdienste van de ploeg. Ze zijn gedisciplineerd gebleven. Ze hebben alle werk goed gedaan. En dan wachten op een kans om het dan definitief af te maken. En dat is ook gebeurd. Het is Albanese die hier verrassend, maar wel heel erg knap, er 0 tegen 2 van maakt. En dan lijkt binnen voor KV Oostende. Ja, dat was natuurlijk wel een beetje een grapje dat ik gemaakt heb in de kleedkamer. Ik denk dat Albanese vandaag een goede match speelt. Ook beloond met een doelpunt. Maar ik heb hem gezegd dat het doelpunt niet telt. Waarom? Omdat de keeper niet in zijn hoofd stond. Dus we proberen altijd op zo'n ludieke manier toch de spelers nog wat meer te motiveren. Met deze blessure tot gevolg. Vrees voor het vervolg van zijn wedstrijd. Dat zal zeker een spierscheur zijn. Hij heeft direct gestopt. Hij kon niet meer verder. Hij stond volledig vast eigenlijk. En ik denk ook wel dat hij een aantal weken zal uit zijn. Ambrose. Opletten daar. Albanese met de poging tegen de lat. Een uitstekend schot van Albanese. We hebben 3 dagen verlof. We trainen nog 4 weken verder. Dus elke week gaan we wel nog de nodige trainingen doen. Om dan toch geen fysiek verlies te hebben. Ook elke keer op het einde van de week spelen we een wedstrijd. En in het weekend gaan ze telkens vrij krijgen. Dat is wel waar, ja.